Snoei, snoei de goeie doei. Snoei de goeie doei. De hele zaal. Had je maar een lijsttrekker moeten worden. Dus dat was een verkiezingsslogan die tegen je wordt gebruikt. Heel erg. Ijdelheid komt voor den val. Oh ja. Ik vind het heel zielig ook, want hoeveelste keer is het nou dat je lijsttrekker bent? Nou. Bij elke verkiezing ben je lijsttrekker. Maar nog niet bij statenverkiezingen. Ja, maar het is wel een hele ijdele schreeuw om macht, hoor. Wel, nee. Ik weet niet of mijn mild zich in jou thuis voelt. Ah, joh, die dromen van waarschijnlijk mij, afgestoten. Die graven niet zo diep. Ik weet precies waar die vandaan komt. Ik zat maandagavond te kijken naar Den Haag Vandaag. Ja? Interview met Bolkestein. Nou, wat hij zei, dat ontging me volkomen. Maar wat er op de achtergrond gebeurde. Zal ik je laten zien? Heb je dat? Versnelde montage uit de computer. Moet je kijken. Meneer Bolkestein, u zei zojuist die 500 miljoen van Kok voor de Betuwelijn, dat is veel. Ja. Is het te veel? Dat hangt er vanaf wat je ermee gaat doen. Wij willen natuurlijk ook graag milieuknelpunten opheffen. Maar 500 miljoen gulden is een hoop geld. Als je het uitgeeft aan die knelpunten langs de Betuwe-lijn, dan heb je dat geld niet beschikbaar voor andere projecten. Maar het geld van de burgers in het land. En we zullen die 500 miljoen gulden, of wat het ook mogen zijn, beschouwen in het licht van de waard zijn, naar waar we aandacht aan moeten geven. Maar mag het eventueel meer worden, mede onder druk van D66? Dan komt dus ook de rentabiliteit van de Betuwe-lijn onder druk te staan. Hoe hoger de investering, hoe langer het duurt. We zijn niet van plan om, zoals ik dat heb gezegd, dat stuk ijzer neer te leggen dat er een eeuw ligt, zonder dat plausibel kan worden gemaakt dat het zichzelf terugverdient. En hoe hoger de investering, des te moeilijker er is om dat geld terug te verdienen. Begrijp je? Dus die hele façade van de VVD, die is opvouwbaar en die gaat zo in de achterbak van een auto. Dus op een verkiezingsavond wordt dat wandje opgezet en daarvoor komen minister Jorritsma en Gordon zingen. Dat populisme. Populisme. Heel raar. Als ze nou volks. Marco Bakker hadden genomen, vroeger had de VVD nog wel iets chiques, de VVD. Of Marco Borsato, maar Gordon, dat vind ik ook merkwaardig. In de verkiezingsstrijd, dan komt het platste en het kinderachtigste naar boven. Ja, dat is waar. Het belangrijkste issue van deze week, heb je dat gezien? Ik zal je weer even laten zien. Moet je kijken. Nu hoorde ik dat de minister van Buitenlandse Zaken helemaal vanuit Suriname meteen heeft gezegd van ja, dat heeft de premier toch niet namens het hele kabinet gezegd. Apart voor gebeld of zo. Ik vond dat een opmerking met een hoog spuit 11 gehalte. Spuit 11. Ik bedoel, ik ben vicepremier in een kabinet. Ik zou het toch niet in mijn hoofd halen om over Kok te praten als Spuit 11 of zo. Of over Dijkstal. Zoals gezegd, ik denk dat het tussen Van Mierlo en Wallagen best goed kan gaan, ook goed gaat. Maar er is nu een beetje ruis gekomen in de machine tussen de twee en dat is dus niet goed. Ik zou zeggen, drink een kop koffie en als nodig is, drink ik hem mee, die koffie. Mekaar Spuit 11 noemen. Dat is toch tweede klas lager dan school? Zijn ze bij Kok op de Koffie geweest? Nee, ze hebben het telefonisch bijgelegd. Oh, gelukkig. Nee, dat is wurgend bij Kok op de Koffie. Dat is geen echte zijn. Ja, dat is echt. Precies om 10:30. Dan gaat hij Drees doen. Ja. Heel eenvoudig, met een Maria-kaakje erbij. Ja. En dan moeten ze Sonja terugkijken. En daarna zet hij André Rieu op. Ja, en dan had je nog de billendiscussie. De billendiscussie. De billenkwestie. De billenkwestie. Moeten de kinderen ook uit hun hoofd leren later. Geschiedenisboekjes. De billenincident van februari 1995. Dat Walla zei dat Wolfensperger met de tengere billen bloot moest. De billenkwestie. Hij bedoelt dus dat D66 kleur moet bekennen. Ja. Dus dat de kont van Wolfensperger is eigenlijk het partijorgaan van D66. Ja. En toen zei Wolfensperger weer dat Wallagen waarschijnlijk jaloers was op zijn billen. Het is toch niet te geloven, de billenkwestie? Dat zijn toch poep en piesgrappen? Dat is toch paars poep en pies? En dan moet je 8 maart nog serieus gaan stemmen. Nou, Wolfensperger, moeilijk, hoor. Wolfensperger, die ruikt de macht. En de billen van Wallagen. Ja, ook. Maandagavond, Van Mierlo is nog in Suriname. Ja. Moet je even naar Wolfensperger kijken. Heb je dat? Kijk. Ik gooi niet met geldbedragen die maxima of minima zouden kunnen worden. Ik laat het over aan het kabinet. Maar laat één ding duidelijk zijn, dames en heren. Het uitvoeren van de Betuwelijn, zoals die een jaar geleden is vastgesteld, het zo uitvoeren is voor de D66-fractie onbespreekbaar. De Betuwelijn is onbespreekbaar. De Betuwelijn is onbespreekbaar. He? Dat vind ik wel goed. De Betuwelijn is onbespreekbaar. Nee, de manier waarop hij dat zegt. Zo quasi flink natuurlijk. Ja. Nee, dat rondje wat hij dan loopt. Laat me nog even kijken. Moet je even kijken. Kijk dan. Kijk dan even goed. Zo uitvoeren is voor de D66-fractie onbespreekbaar. Let op. Kijk. Rondje. Dat lachje.
Zie je hem? Zie je hem? Ja, dat is die quasi-flinkheid. Weet je, ja, 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 ja. Weet je wat dat is? Dat, bijna dit, hè? Hm? En dan dit. Mussolini. Ja, ja, ja. Nee, maar dit is ook het quasi-flinke van zo'n stemadvies van Kok van niet op racistische partijen stemmen. Die paar seconden, die verraden hem. Ja, nou, echt waar. Ik ga lekker slapen, want ik heb morgen 2 begrafenissen waar ik moet spreken. Zo. En als ik geluk heb, 3. Zo. Dus ik ga pieten. Ja. En ik weet wel waar jij over gaat dromen. Oh ja? Ja. Jij staat op een balkon, naakt, met een te kort hemdje aan. En jij moet een 1000-koppige menigte toespreken die willen dat je secretaris-generaal van de NAVO wordt. Zo.